Ik ga jou vandaag laten zien hoe jij dit vriendschapsarmbandje zelf kan maken op een schijf. Ik ga een Comihimo schijf gebruiken. Mocht jij dat niet hebben, ik heb gezien dat ze bij de HEMA hebben ze ook een vriendschapsarmband pakketje. En die kost €1,50. En dan heb je dus zo'n Comihimo schijfje, zo'n vriendschapsarmbandje schijfje zit daar dan in. Het is wel van karton, dus het is wel wat kwetsbaarder. Ik doe het dus op mijn Comihimo schijf, want dat is gewoon lekker stevig van foam en werkt gewoon heerlijk. Ik zag ook al bij sommige webwinkels dit te koop voor bijvoorbeeld €3,50. Voor het begin van het armbandje en hoe je het armbandje afmaakt, wijs ik je even nu door naar een ander filmpje. Ik ga hier nu het linkje voor je plaatsen. En dan ga ik je nu het patroontje laten zien waarmee je dit armbandje maakt. Ik heb hem op mijn Comihimo schijf geplaatst. Zoals je ziet heb ik 4 draden van 1 kleur, in dit geval rood. Ik heb 4 draden van een andere kleur, in dit geval fel roze. Ik zal even omhoog houden, kun je misschien beter zien. En ik heb 4 draden van een derde kleur, in dit geval lichtroze. Dus in totaal gebruik ik 12 draden, 4 van iedere kleur en in totaal 3 kleuren. Nou, dan ga je je draden op je Comihimo schijf plaatsen en dat doe ik dus op de volgende volgorde. 1 kleur, dit noem ik dan maar even kleur 1, in mijn geval is dat felroze, kleur 1 en kleur 2. En dan kleur 1 en kleur 3. Dan doe ik die 2 kleuren, dus kleur 2 en kleur 3. Begin ik weer opnieuw. Kleur 1 en kleur 2. Kleur 1 en kleur 3. En kleur 2 en kleur 3. Dit is de volgorde waarop je het dan op je Comihimo schijf plaatst. Dus goed kijken welke 3 kleuren je gebruikt en de volgorde van je kleuren even bepalen. Schrijf desnoods op een blaadje van nou deze kleur is kleur 1, deze kleur is kleur 2, deze kleur is kleur 3. En dan neem je dus mijn volgorde neem je dan dus aan. Ik ga aan de onderkant hangt dus mijn franje los. Daar ga ik iets zwaars aan ophangen. Ik heb een steen met duct tape en een vervormde paperclip. Die haal ik aan de onderkant erdoorheen en die hang ik hier aan zodat het zwaar is. Zo wordt je werkje het mooist. Je kan het natuurlijk wel zonder en moet je de hele tijd aantrekken. Maar je werkje wordt mooier als je dus iets zwaars hebt hangen. Want dan wordt het gewoon gelijk en ziet het er mooier uit. Oké, dan ga ik je nu de werkwijze laten zien. Je begint bovenaan waar je dus kleur 1 en kleur 2 hebt. En je pakt dus rechts. En rechts gaat naar de onderkant, tegenovergesteld naar beneden. Klaar. Dan pak je wat het meest links is. En die gaat naar boven. En die gaat aan de linkerkant. Dus rechts gaat naar beneden, rechts, links, naar beneden, links. Je draait je schijf zodat de volgende kleuren boven komen te staan. Rechts gaat naar beneden, rechts. En links gaat naar boven, links. Je draait je schijf tot de volgende kleur. Rechts gaat naar beneden, rechts. En links gaat naar beneden, links. Je draait je schijf. Rechts gaat naar rechts. En links gaat naar links. Je draait je schijf. Rechts gaat naar rechts, links gaat naar links. En dit is het. Je blijft maar draaien en je blijft het herhalen. Je blijft maar draaien. En dit gaat de hele tijd door. Draaien, herhalen, draaien, herhalen, draaien, herhalen. Totdat je klaar bent. Je bandje wat hieronder komt te hangen is dus lang genoeg. En dan ga je dus weer. Ik zal weer het filmpje hierboven weer voor je linken. In een annotatie kun je het zien. Dan ga je dus weer kijken naar mijn eerste filmpje waarin ik je laat zien hoe je dan dus dit afmaakt. En hoe je dit aan elkaar vastbindt zodat je armbandje wijder kan om je arm erin te doen. En weer smaller kan om hem weer dicht om je arm te doen. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien hoe jij dit armbandje zelf kan vlechten op een schijf. Ik ga nog meer van dit soort ideetjes en dit soort patroontjes bedenken. Dus abonneer mijn YouTube kanaal als jij dit ook heel erg leuk vindt. Ik ga ook op mijn website www.jufjannie.nl bij het knopje knutselen al deze vriendschapsarmbandjes plaatsen. Dus neem ook een kijkje op mijn website.